iedereen is veilig. Niemand weet dat wij die hebben, dus... Kerels hebben de steen der schepping. Het ziet er goed uit. Nieuwe outfit. Een dirigent moet leiding uitstralen. Ik ga op zoek naar het hoofdkwartier van de Rozenkruisers en jullie beschermen de steen der schepping. Willen jullie me nog een kans geven? Alsjeblieft. Er zijn nog altijd een paar dingen die zij niet weten. De gang onder theater bijvoorbeeld. Een gang onder theater? Daar is de deur, Jamie. Ik wil gewoon weer kunnen zingen zoals vroeger. Jij bent chef. Hebben jullie de steen? Jij bent de Rozenkruiser. Jij bent de nieuwe dirigent nu, toch? Of is Lou nog steeds de baas? If you're swallowed by the cloud and you feel you wanna shout, call my name. We can make it. If you wanna figure out what the world is all about, call my name. We can make it. Wat was dat? Man, die zitten echt achter ons aan. Ze hebben gewoon mijn laptop gehackt en ons afgeluisterd. Oké, vanaf nu radio stilte. Hé, ik wil Bo wel zien, hè? Ik mis haar. Ja, ik mis haar ook, Sam. Maar we kunnen niet anders, het is veel te gevaarlijk. Wat als ze haar ook vinden? Kunnen we niet gewoon nog één keer contact met haar opnemen? Om alles uit te leggen, hè? Alsjeblieft. Ja, oké. Maar vanaf dan staan we er alleen voor. Als we die steen hier verstoppen, dan kunnen ze hem nooit vinden. We mogen niemand meer vertrouwen. We moeten opletten als we buiten komen. Zeker jij. Sam, we moeten elkaar constant in de gaten houden vanaf nu. Noah, ik wijk geen seconde meer van je zijde. Dat van elkaar constant in de gaten houden? Heel slecht idee. Ah, oké, maat. Trainer. Ik kom niet vanzelf op je lijst. Ik ben dat jij klaar zit om te trainen. Ah, sowieso. Is ze helemaal gek geworden, of? Niet gekker dan anders. Ik sta gewoon hier, hoor. Dat weet ik. Kom dan tevoren. Ja. Voetenwerk, gewoon zigzaggen. Okay. Je hebt twee... Je hebt 2 minuten. Opzaden. Ah. Opzaden. En druk. Ah. Hop, 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 hop. Tempo houden. Oké. Uw hoeken indraaien dan, kom aan. Ja, doe. En stop. Sam. Sam. Go.
compressen houden. Soepel blijven. Wat doe je niet doen? Niet tegen het touw dan. Blijven gaan, blijven gaan. Terug. Ja, goed dan. Ja. Niet tegen het koord. Ja. Wissel. Soepel blijven, soepel blijven. Kom aan. Paal. Goed bezig, man. We kunnen elkaar ook van op een afstand in de gaten houden. Ja. Oké. En? Als jij je volgende kamp wil winnen om in die knockout league te geraken, dan gaan we tempo wel een beetje moeten omdrijven. Oké. Dat is goed. Hè? Jongens, kunnen jullie straks even helpen met een paar klusjes? Ja, tuurlijk. Oeh, maar... Dit hoort bij de training. De touwen van de ring. Die moeten dringend aangespannen worden. We zitten met een lek in een van de leidingen, bij de waterkraan achter de bar. De deuren aan de ingang die moeten geschilderd worden. Er is ook iets met de lokkers. Er zijn een paar sleutels die vastzitten. Ja. Een paar klusjes, hey. Noem je dat? Ik zal ook wel helpen. Ja, ik ook. Oké, ik weet dat we ondertussen vrienden zijn, maar soms... Ja. Heel soms. Oké. Wacht. Kijk, ik moet trainen. Oké? En Noah moet mij coachen. Ja. Kan je niet gewoon iemand inhuren of zo? Inhuren? Ja. Zeg, geld groeit niet op mijn rug, hè? En al helemaal niet aan de bomen. Goedemorgen. Ah, dag Celeste. Ja, misschien kan jij mijn zoon eens uitleggen dat het geld niet zomaar uit het niets komt. Aha. Jij, douchen. Gaat het niet goed met Campus B? Blijft moeilijk. En hoeveel inschrijvingsgeld vraag je? Niet genoeg. Waarom vroeg je dat niet? Ja, maar er zijn jongens bij die dat dan niet meer kunnen betalen. Dan kunnen ze niet meer komen. Soms ben ik dit gevecht zo beu. Maar hey, jij kwam voor een rondleiding. Ja. My lady. Kijk, we gaan hier beginnen. Oké, jongens, even. Wat doen we met Jamie? Ja. Auditie of geen auditie? Ze kan wel echt goed zingen, hè? En messen in je rug steken ook, ja. Ja. Kijk, ik vind dat iedereen mag komen zingen bij Campus 12. Ja. Maar ik ben ook niet vergeten wat ze ons heeft aangedaan. Kom aan, dat is toch allemaal verleden tijd? Ons eerst verraden en dan denken dat ze zomaar terug kan komen? Oké. Vree, jij bent de dirigent, jij beslist. Maar steek je hand in de lucht als je vindt dat Jamie gewoon auditie moet doen. Amai. En ik die dacht dat jullie vroeger beste vriendinnen waren. Ja. Suiker. Hoe kon je hem zomaar laten schieten? Ja, die gast kan boksen. Nu zijn ze natuurlijk gigantisch op hun hoede. Ze kennen je gezicht, het busje. Je geraakt er nooit meer binnen. Iemand anders sturen? Ze zullen nu wel alle inschrijvingen controleren, zeker? Tenzij we de middelen gebruiken die de alchemisten ons hebben gegeven. We ontvoeren Dante, broertje van Noah. We strooien gruis van de steen der schepping over jouw hoofd, zodat hij eruit ziet zoals die dat. Dan kan je zijn plaats innemen. En Noah en Sam observeren. Tot ze ons vertellen waar de steen der schepping is. Mama? Wat is er, Louise? Het gaat over Jamie. Ze wil terug in het koor komen. Maar ik weet niet dat ze te vertrouwen is. Mensen maken fouten, maar iedereen verdient wel een tweede kans. Kijk naar Bart en mij. Het gaat nu toch ook super? Misschien meent Jamie het wel goed. En jullie waren toch ook beste vriendinnen? Ja, het was echt leuk toen. Wel,
Dan weet je wat jou te doen staat. Hm? Free. Zie het als een lening. Celeste, nee, echt niet. Nee, dat kan ik niet aannemen. Wel, tuurlijk wel. Een paar duizend euro, dat kan ik best missen. En dat gaat voor de boksclub echt een verschil maken. Wart, we hebben slechte tijden gekend. Maar gelukkig liggen die achter ons. Ik wil echt helpen. En je kan alles gewoon terugbetalen als de boksclub in betere papieren zit. Als je twijfelt, we kunnen ook alles op papier zetten en ondertekenen. Dan hebben we een soort schuldverklaring. Je neemt niet gewoon geld aan. Zie het als een lening onder vrienden, zonder termijn. Is dat ik die jongeren niet in de steek wil laten? Oké. Ik aanvaard het geld. Maar enkel als lening? Ja, ik betaal alles terug. En we zetten het op papier. Begrepen. Jongens, we zijn zover. Iedereen in positie. Ze heeft ons gezien. Pak haar.